De Kluis wordt mede mogelijk gemaakt door crypto trading app Blocks. En door Nivea Men Deep en Rockstar Energy Drink. De gigantische nederlaag van vorige week is Team Stuk niet bepaald in de koude kleren gaan zitten. Ik ga de boel even een beetje herindelen, jongens. Daarom besluiten bewakers Giel en Thomas dat het de hoogste tijd is om hun strategie te verbeteren. En daarmee te voorkomen dat er opnieuw een team van overvallers de bank verlaat met een flinke lading goud. Nee, Tom! Niet doen! Oh, kut! Oh, nee! Twee. Is dit twee? Ja. Oh, nee. Oh, hier kan je wel echt alles zien. Jezus Christus, wat een uitzicht, ouwe! Oep. Ja, super nice jongens, maar kom maar weer naar beneden, oké? Okay? Hey, Steve, we kunnen vanaf hier wel het hele terrein zien. Als de overvallers komen, dan hebben we ze wel door. En dat overzicht hebben jullie hard nodig, boys. Want verspreid door dit futuristische bankgebouw bevinden zich vier kluizen. Waarvan er één gevuld is met 50 loodzware goudstaven. Ook wordt ergens de zeer waardevolle cryptocoin opgeslagen. Transfer completed. Het is aan bewakers Giel, Thomas en Stefan de taak om dit alles met hun leven te bewaken. Doe iets, iedereen is op mij. Sta blijven, ik ga schieten! Jullie weg van jou, Giel! Ja! Dit is De Kluis. In het diepste geheim maakt een team van overvallers zich klaar voor de kraak van hun leven. Oké. Veel kaarten. Holy shit. Ik denk dat decoratie is. Dat is jammer. Hier staat alles op. Dus okay. Je hebt rode kluis, gele kluis, blauwe kluis, witte kluis. Maar die zitten niet op hetzelfde niveau. Hi, ik ben Jan. Je kunt me kennen als programmamaker en presentator. Kun je allemaal vergeten, vandaag overvaller. Ik denk namelijk dat het belangrijk is dat we eerst die tabletvraag beantwoorden. Ja. Heb je die namelijk goed? Gaan alle camera's op een loop? Ja. Zien ze ons helemaal nergens lopen, het hele spel. Oké, dus ik denk, laten we zo meteen even bekijken. Nina, jij gaat rijden, toch? Ik ga rijden. Hoi, ik ben Nina Waring. Ik maak video's op YouTube, heb 2 kookboeken geschreven en presenteer hier en daar een video. Kun je goed rijden? Nou, ik zal wel je gordel omdoen, maar ik kan wel rijden. Ik kan niet qua kwaliteiten denk ik heel veel, maar auto rijden kan ik wel. Waar is die code? Die heb ik hier. De overvallers hebben de code, die werkt op alle vier de kluizen in de bank, al gehackt. En ik zou deze dus maar goed onthouden als ik jullie was. Niemand weet in welke kluis het goud ligt. Maar bij de geheime kaart kunnen de overvallers dit ontdekken. Door de gehackte cijfercode daarin te voeren. Als dit hen ongezien lukt, levert dit de overvallers een flinke voorsprong op ten opzichte van Team Stuk. En dat is nog niet alles, toch Stefan? De kluis was nog nooit zo spannend, want dit seizoen maak jij kans om de Blokskluis te kraken. En zo 25.000 euro aan Bitcoin te winnen. Dus goed opletten. Oh, dat is heel goed. 2, 6, 8, 4 is dus, het is allemaal deelbaar door 2. Ja, dus 2 plus 4 is 6, plus 2 is 8, min 4 is 4. Ja, goede logica. Ja, dat is echt een logica. Is er een pen? Want ik schrijf het dan gewoon op mijn hand. Hé, wat voor jullie werkt? Ik ga het gewoon onthouden. Oké, code check. Team Stuk staat inmiddels ook weer met beide benen op de grond. Nou, we hebben het overleefd. Dat was echt doodeng. Met hem erbij is het nog enger. Yes, ik zie jullie boys. Lekker, goed bezig. Ga naar de rode kluis. Rode kluis. Wij waren niet op de hoogste verdieping. Ik vond het wel fijn dat we eindelijk een beetje op mijn niveau zaten. Niet zo uit de hoogte doen, Thomas. Want de overvallers zetten alles op alles om jullie een toontje lager te laten zingen. Jouw sterke punt is rennen. Ik kan goed stukje rennen. Dus jij gaat die tablet doen. Dus dan ga jij eerst de tablet doen. Dan ga ik dan in eerste instantie voor het wapen. En dan ga jij voor de porto. Hi, mijn naam is Robert Rodenburg en ik denk dat de meeste mensen mij zullen kennen van mijn winst afgelopen seizoen aan Expeditie Robinson en het online programma dat ik maak Open Kaart. Jij gaat naar de tablet. Ja. Dat jij dan ook gelijk het wapen meeneemt, want de tablet zit tegenover het hoofdkwartier aan. Mm-hmm. Dus als ik buiten probeer de rode draden door te knippen, om de camera's uit te schakelen. Je kunt ook nog niks doorknippen, kijken of ik de vraag goed kan beantwoorden. Als ik de vraag ongezien goed weet te beantwoorden, weten ze überhaupt nog niet over er zijn. Staan alle camera's in loop, hoef je niks meer door te knippen. Dat kan ook. Nou, bijna niets meer aan toe te voegen, Jan. Maar reken jezelf nog niet rijk. Want bij een fout antwoord gaan alle camera's 10 minuten op zwart. En zo weet Team Stuk meteen dat jullie er zijn. Wat ook belangrijk is, die crypto. Ja, we hebben USB. Waar is USB? Hier hangen 3 USB's. Oké. De overvallers kunnen met hun USB-stick de cryptocoin downloaden. Die een waarde heeft van 15 goudstaven. Oké, let's go. Let's go, we gaan. Ik neem deze mee, toch? Daar zijn we het over eens. Ja. Ja. Hebben we verrekijkers nodig?
Nee joh. Maar die tablet moet ik dus meenemen. Nou, je moet niks, maar het zou wel handig zijn. Oké. Ja, want de bank van Team Stuk is volledig beveiligd met bewakingscamera's. En de overvallers hebben deze bewakingsbeelden afgetapt. Zodat zij exact hetzelfde zien als bewakers Giel, Thomas en Stefan. Robert, wat is de code? 2684. Nee! Oh, 2684. Oh mijn god, dit wordt een ramp. Het gaat van ons moeten komen hoor, vandaag. 2684. Alright. Horloges allemaal gelijk? 3, 2, 1, actie. Ja, oké. Okay. Jan, Nina en Robert starten en zijn vastbesloten te winnen. Hoe? Door minimaal 25 goudstaven binnen 2 uur veilig te stellen. Oké, Nina, vol gas. Hoe werkt deze auto? Nina. Ja, vriendin. Verdomme. Jan? Ja, zij kon rijden, zei ze. Ik heb geen idee hoe deze auto werkt. Dus de start duurt een beetje langer. Ik vind het wel heel spannend. Hoe gaat het kutting in de day? Ik vind het spannend of we überhaupt aankomen bij die kluis. Ik weet niet waar ze meestal rijdt, maar ik denk niet dat het echt overvallersbussen zijn. Zullen wij gaan wandelen? We komen na 1 uur en 53 minuten komen we aan bij de kluis. Oh, ik heb een idee. Oké, gassen Nina. Go, 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 go. Nu we gaan beginnen, begint de spanning best wel een beetje te stijgen. Mijn hart zit echt in mijn keel. Daar is het jongens, links. Ja, oh my god. Vanaf nu geen fouten meer maken. Nee. Don't fuck it up. Ik maak geen fouten. Top, oké jongens. Hier naar links. Ja, oké, ik wacht totdat jullie mij een teken geven, ja? Oké, dan stoppen we achter deze bosjes en dan gaan we kijken waar ze zijn. Over enkele seconden komen de overvallers aan bij de bank. En Team Stuk heeft werkelijk geen idee. Ik heb de boel even anders ingericht daarboven. Oké, ik hoop dat jullie het straks mooi vinden. Heb jij de boel anders ingericht? Wat is dit nou weer? Hey. Ik weet niet hoor, maar ze liggen gewoon te slapen daarboven. Ik dacht, planten doen gewoon veel voor de ontspanning van de mens, weet je wel. Planten zijn gewoon vet relaxed, wordt er rustig van. Ik vind het ook gewoon heel plantaardig. Ja, snap je? Deze plant is ook heel aardig. Misschien moet je gewoon even de kluis even in de gaten houden, want de rode kluis was al een tijdje niet meer zichtbaar, flappies. Ja, ja. Ik wou dat net zeggen. Helemaal mee eens, Giel. Jullie moeten wel scherp zijn, boys. We krijgen zo meteen waarschijnlijk weer een paar overvallers op bezoek en dan moet je altijd wel gewoon gedrest zijn. Ja, ja, ja. En lekker ruiken. Een beetje deo kan gebeuren. Ja, ja. Jezus, toon, niet zo veel! Oké, nou als ik nu niet fris ben, dan weet ik het ook niet meer. Oké, waar zijn ze? Giel is in de rode kluis. Oké, top. En de andere twee zijn in de controlekamer. Moeten Giel er even heen? Haal ik er even plan bespreken misschien? Nee joh. Nee? Laten we gewoon lopen. Ik ga ook rondjes lopen. Oké, ga ook rondjes lopen. Oké, Thomas gaat de binnensurveillance doen. Giel, jij kan eventueel af en toe naar buiten over. Het eerste wat we willen is naar de tablet toe om alle camera's in de loop te zetten. Dat ga ik doen. Robert die gaat proberen om eerst een wapen te bemachtigen en te kijken op de kaart. Als we dat allemaal weten, ja, dan is vanaf daarna is het gewoon walk in the park. Oké, let's go. Jongens, deur dicht van de bus. Jezus. Wacht even. Oké, Stefan zit in de controlekamer. Iemand loopt in het auditorium over. Wij dachten, we gaan naar binnen, ongezien. Hier omhoog. Jongens, verdachte situatie bij de ingang. Er rent 4 man naar binnen. 4 man rent er bij de hoofdingang naar binnen, open. Yes, onderweg. Ik ben onderweg, hoofdingang over. Toon, ze zitten allemaal hier al. Ze zijn allemaal binnen al hier. Dat ongezien. Dat lukte niet helemaal. Ik ga naar de tablet toe om de vraag goed te beantwoorden. Nou, die heb ik vrij snel goed. Lekker, Jan. Alle bewakingscamera's van Team Stuk zitten nu in een loop. Ja. Hey Robert, blijf staan dan. Hey Jan. Ik draai me om en ik kijk recht in het gezicht van Thomas. Dus totaal in paniek schiet ik de trap af naar beneden. Jongens, ze zijn in het gebouw over. Jan Verstegen is richting de rode kluis gerend. Ik heb Robert weggejaagd richting de zijingang over. Staan blijven! Mis, staan blijven! Ik ben Jan tegengekomen, jongens, over die schok zich leblazeris. De vraag op de tablet is goed beantwoord, jongens. De camera zit in een loop. Eerste actie geslaagd. Klaar voor de volgende? Jongens, de vraag is goed beantwoord. Camera's in de loop. Oké, top Jan.
Joachiel, is Jan nog in het gebouw of niet? Ik denk dat Jan hier in deze ruimte zit, hier aan de rechterkant. Jan. Ben jij nog wel levend? Ik zit in grote problemen. Wat zegt hij nou? Er zijn grote problemen. Stefan, Vergiel en Thomas, ik ga controlekamer verlaten. Over. Ik hou deze deur namelijk ook. Als jij zo loopt, check ik of hij hier eruit komt. Waarheen? Ietsjes doorlopen en dan naar rechts. Oppassen. Hij heeft versterking nodig, maar we hebben geen wapen. Waar? Je moet aan een wapen. Ah, daar is Jan, Jan, Jan. Je wil de theaterzaal binnenlopen. Kut. Jan, joehoe. Waar is iedereen? Ik ga nu namelijk naar beneden. Jan weet te ontkomen aan Giel en Thomas. En chauffeur Nina staat paraat. Oh, ik zie iemand rennen. Nina, wacht op mij. Blijf staan. Oké, kom rennen. Yo, ik zie Jan buiten het gebouw rennen. Hij is uit het gebouw over. Hij springt nu in de bus. Over. Check, thanks, Thomas. Blijf jij in de bovenring? Ik ga naar de kelder. Over. Ja, check de kelder. Check het wapen. Ik hou het hier in de gaten. Oké. Nina, ik liep meteen tegen Thomas aan. Meteen en daarna meteen tegen Giel. Maar ben je geraakt? Nee. Zijn we hier veilig? Ja, hè? Ja. Dan zet ik hier de auto neer. Ik heb visueel contact, jongens. Ik heb visueel contact. Over. Staan blijven, Robert! Oprotten! Nu! Robert weggejaagd. Yes! Lekker! Dit is lekker! Omdat Robert met zijn actie Giel afleidt, kan Jan na zijn ritje met Nina ongezien de bank betreden. Stefan, wil jij de blauwe kluis checken en het wapen? Thomas, jij de rode kluis en de portal. Over. Wapen is check. Haal wapens check. Wapen ligt er nog over. Ik ben naar de kaart. Ik kom aan bij de plaats waar de kaart te zien is, om te zien welke kluis we moeten openen. En ik doe 2486 dik. Waarom gebeurt er nou niks? Waarom doet hij het niet? Oh, het is de verkeerde code. 6. Gele kluis. Ik herhaal gele kluis. Oké, waar is de gele kluis? De gele kluis, oh, jongens. Hier loopt iemand. Ga jij via buiten, dan ga ik via binnen proberen. Oké, jongens, ik ga voor de portofoon. De overvallers gaan lekker. Ze weten waar het goud ligt en splitsen op. Het is te stil. Vertrouw het voor geen moer. Ik kom de rode kluis in en Jan vertelt net dat het goud in de gele kluis lag. Toen kom ik bij de rode kluis aan. Op het moment dat ik het aan het intypen ben, denk ik, oh nee, het zit in de gele kluis. Maar op dat moment dacht ik ook wel, het is misschien wel handig om deze kluis af te laten gaan. Slimme zet, Robert. Maar pas je op, want Thomas is wel heel dichtbij. Ja! Oh mijn god! Oh, Jan! Oh. Ik heb contact hier bij de rode kluis, over. Thomas, heb je versterking nodig, over. Rode kluis gaat af. Ik ga hem checken. De rode kluis is dicht gedaan. Ik kan niet zien of er iets in zit. Ik raakte hem eerst tussen zijn schouderbladen. Prachtige plek. Maar ik wist niet zeker of hij ging stoppen. Dus daar heb ik hem nog een keer geschoten op zijn achterhoofd. Ik ben geraakt. Stefan is geraakt. Ieder team start met 2 extra levens. Zodra deze verloren zijn, ligt de eerstvolgende die wordt uitgeschakeld definitief uit het spel. Ik ren bij de hoofdingang het pand uit en ik spring eigenlijk van een best wel hoog muurtje die hoger is dan ik dacht. Ja, staan blijven! En ik denk dat ik ze te slim af ben, maar op dat moment voel ik een eerste kogel in mijn rug. Jongens, ik lig uit het spel, ik ben net geraakt. En dus mag Robert 10 minuten niet deelnemen aan het spel. Zoals Thomas zou zeggen, schot in de roos, Giel. Omdat team Stuk nog buiten is, ziet Jan zijn kans om naar het goud in de gele kluis te sprinten. Hier, ik hoor een deur hier naar boven. Ik merk ineens, hey, ik zit op de verdieping van de gele kluis, dus ik ren er naartoe.
code. Kluis open, dat ging goed. En ik pak een staaf en ik hoor allemaal geschreeuw. Daar blijven nu! We hebben je gezien! Ik denk, ik moet hier meteen weer weg. Zo, hij gaat naar beneden! Ja, ja, ja! Hij gaat naar beneden, go! Hij gaat naar beneden, go! Hij zit in de lift, hij zit in de lift! Trek deze open, trek deze open. Welke? Trek deze open. Naar beneden, go! Hier, naar beneden, go! Hier, ik blijf hier. Hij gaat weer naar boven, hij gaat weer naar boven. Iedereen is op mij, Nina, doe iets. Iedereen is op mij. Nina loopt hier buiten op het achterrein over. Ik ga recht in de ogen van Thomas, maar ik ga rennen naar de porto. Ik heb oogcontact met Thomas. Maar ik heb het idee dat Thomas nogal afgeleid is van wat er binnen gebeurt. Hey Jan, je kan je beter overgeven. Ik heb de achterkant van de lift. Giel, waar ben jij? Waar is hij nu? Ik ben boven hier. Dus ik ren naar die toren en ik pak die porto. Jongens, ik heb de porto. Lekker, Nina. Met deze porto kunnen jullie team stuk afluisteren en hun onderlinge communicatie saboteren. In alle chaos vindt Jan per toeval zijn weg naar de cryptokamer. En het is moeilijk met de USB, past ook nooit. Zo past hij niet, draai hem om, past hij weer niet. Maar uiteindelijk zit hij en de tijd gaat lopen waarop het opgeladen wordt. Dat duurt lang. Hij gaat de crypto pakken. Als jij via die andere kant komt, dan zetten we hem klem. Maar uiteindelijk is het zover. Transfer completed. En ik kan de cryptocoin er weer uithalen. En dan is het zoeken naar een weg naar buiten. Transfer completed! Ik heb de crypto, ik moet naar buiten, maar ik weet niet hoe. Lekker Jan, ik ga voor het pistool op te zetten achter jou aan. Ik heb het hier beneden dicht, ik sta bij de uitgang. Hij kan geen kant op. Doe dat, hij kan geen kant uit. Dus Jan, geef je me over, geef die fucking crypto terug. Doordat Nina voor het extra wapen gaat, hebben de overvallers nu twee wapens. En kunnen ze zich veel beter verdedigen tegenover Team Stuk. Oké, jongens. Ik heb het wapen. Ik mag weer. Robert en Stefan mogen weer meedoen aan het spel. En daardoor zijn beide teams weer compleet. Ik ga via de hoofdingang proberen af te rijden. Kunnen jullie via de achterkant naar buiten? Ja, ik ga wel een beetje dansen of zo. Stefan, kan jij Giel gaan helpen? Jongens, ik heb het wapen. Ik ga proberen ze af te schieten, zodat jullie naar de gele kluis kunnen. Steve, jij moet hier blijven, want hij loopt naar beneden. Waar zit hij? Ik weet niet. Hij zit bij niks, de crypto, hè? Dus hij zit hier. Deze verdieping. Zo heel stil, hoor. Oké, ik ga ze afleiden met de lift. Vier of zo. Wat heeft hij allemaal? Hij heeft de crypto en hij heeft een gun. En hij heeft misschien één goudstaafje. Eén goudstaaf. Er gaat iemand naar boven. En Nina zit in de lift met een wapen. Jullie weg bij jou, Giel! Waar dan? Stop blijven! Ah. Hier geraakt. Toen dacht Thomas, nee, dat is nog niet genoeg. Die knalt er zo hier eentje, precies onder mijn veiligheidsbril. Jan is af! Sorry, gaat ie? Nee, het is oké, kan je niks aan doen. En toen kwam ik buiten, ja... Jan, ik moet jou fouilleren! Toen wilde Thomas me even fouilleren. Ga maar eens even kijken in die tas. Ja, wat heb je meegenomen? Zo leeg is je bankrekening. En ik had in mijn broekzak de crypto-stick zitten en hier goudzout. Zei die, heb je wat? Dus nee, ik heb niks. Ja, voel maar gewoon. En hij miste de crypto en zei die op het laatst toch nog, wat zit dan hier? Nou ben ik gewoon een hele aardige jongen, hè. Kijk, als jij de goudstaaf wilt hebben, dan krijg je de goudstaaf. Maar die crypto, die is van ons. Ondanks dat Jan geraakt is, kruipt hij hier door het oog van de naald. Met de cryptocoin op zak. De eerste buit is dus binnen. Maar doordat de extra levens van de overvallers op zijn, ligt de volgende overvaller die wordt geraakt definitief uit het spel. Oké, jongens, ik ben geraakt. Ik heb een goudstaaf meegenomen, maar die hebben ze afgepakt. Ik heb ook de crypto en die heeft hij niet gevonden bij het fouilleren.
Jan is ongewapend. Nina is hier. Nina is ik hier. Heb het wapen van Jan. Hij is leeg. Heb je hem gefouilleerd? Ja, ik heb een goudstaaf. Hij had de crypto ook, knuppel. Echt? Dit meen je niet. Ben je serieus? Hoe kan je hem nou missen, Thomas? Hoe kan je hem nou missen? Goudstaaf mag je hebben. Succes ermee. Zodra ik het spel weer instap, zijn de eerste 15 goudstaven binnen. Robert bevindt zich in de kelder. Nina besluit Jan te wreken. Een lastige taak, aangezien alle ogen van Team Stuk op haar zijn gericht. Ja, ze gaat die kant op. Ze gaat daar naartoe. Ay, caramba. Laten liggen nu. Leg je wapen neer. Kom op. Ja, schiet de touw nu. Jongens, ik ben geraakt. Ik ga het spel uit. En ik denk, ik mag zo nog het spel in. Ik lig er nu uit, maar ik heb dus de crypto. Maar zijn wij nu allebei dood? Dus moet Robert dat alleen doen? Nee, ik mag nog terug. Jij mag niet meer terug. Oh, bedankt jongens. Hoor ik dus dat ik niet meer het spel terug in mag. Dat betekent dat dus, wat erg, dat we het met z'n tweeën moeten gaan doen. Juist Jan, Nina is geraakt. En dus ligt zij definitief uit het spel. We waren zo dichtbij, hè, bij het goud. Ja, maar heb je gekeken of er nog iets ligt? Nee, hij is dicht. Oh, ze heeft hem niet goed dicht gedaan. Oh, wat chill. Wat chill. Oh, ze hebben één goudstaaf. Ja, die heb ik. Die ligt die daar. Heb jij. Die ligt bij de trap, ja. Moeten we die niet even terugleggen? Ja, pak hem even. Dat is fijn. Ik wist helemaal niet dat jullie allebei al dood waren geweest. Dat heb ik helemaal niet gehoord. Oh my god. Oh, nou moeten we het met z'n tweeën doen. We zijn het slechtste team ooit. Crypto hebben we wel. Dus we hebben sowieso die 15 goudstaven. We hoeven er nog maar 10. Maar hoezo weet je dat het in de gele kluis is? Ik heb al een goudstaaf gepakt, maar die hebben ze van me afgepakt. Lekker gewerkt, boys. Dus ze hebben die crypto, dat weet je zeker? Ze hebben die crypto, 100%. Dus ik ga gewoon hier zitten, lekker slapen. Ze zitten in de gele kluis nu, dus dat is gewoon heel kut. We moeten ze daar weglokken op een of andere manier. Ze gaan daar nooit weg, ze weten dat daar het goud ligt. Oké, okay, Robert. Nina ligt eruit. Ik ben neergeschoten, maar ik ben weer in het spel. Waar ben jij? Oké, ik sta... In die trap bij de nooduitgang, in de koepel, in die grote ruimte. Zal ik ze op het grasveld gaan afleiden buiten? Welk grasveld bedoel je? Voor of achter? Ik ben nu achter, vlakbij die portokamer. Oké, dan moet ik je zo kunnen zien. Oh ja, ik zie je. Oké. De overvallers bevinden zich met nog maar een half uur op de klok. In een moeilijke situatie. We zitten echt in de problemen. Nina is weg. Ben je oké? Ja, Nina is klaar. Die mag niet meer terug het spel in. Zij hebben allemaal een wapen. Wij hebben alleen dit. Oké. Wat gaan we doen? Het enige wat ik me nu kan bedenken is dat ik hier op een of andere manier ze ga proberen af te leiden. Nee, maar ze gaan niet weg bij die kluis. Ze weten dat daar het goud ligt. Het laatste wat ze doen, al zagen je benen af hier in de tuin. Ze gaan die kluis niet met rust laten. Dus wat kunnen we doen? Ja, heel weinig denk ik, maar we zullen het toch moeten proberen. Ja. Ja, vanaf dat moment, ik wil niet zeggen dat we een kamikaze plan moeten gaan uitvoeren. Maar als we er nu niet voor gaan, dan gaat er niks gebeuren. Het is eigenlijk een beetje alles of niets. Ze hebben nog wel een wapen, hè jongens? Ja, ze hebben nog één wapen. Eén wapen. Ja? En daarmee kunnen ze ons alle drie afschieten en hebben ze vrij spel. Maar er moet wel één iemand uit het spel volgens mij, toch? Ja. Van hun? Ja, ze hebben geen levens meer. We zijn nog met z'n tweeën. 3 tegen 2, let's go. Let's go. I'm flying high. Giel. Jij ging toch bij de gele kluis slapen? Hé hey Jan, daar ben je weer! Jan, wil je een kop koffie? Jan, ik heb gewoon een kop koffie voor je. Hey, hier! Ik heb alle tijd, jongens. Is dit niet te vroeg voor een overwinningsdansje? Jullie laten de gele kluis nu onbewaakt achter. Jannetje! Ga naar boven. Ik heb Giel hier. Ik loop beneden in de kelder en de enige uitgang op dit moment is voor mij de lift. Kijk, lift gaat naar boven. Lift gaat naar boven. Robert ligt in de lift. Robert ligt in de lift, jongens, pak hem! Ga ik touw helpen. Wegwezen, Jan! Wegwezen nu! Ik ren weg en gooi eigenlijk mijn tas richting Thomas een soort van afleiding. Ik denk, misschien denkt hij nog, er zit goud in, of de crypto zit erin. Nou, langs van je. Dat is je tas verloren, Robert. Robert, je tas. En ik ren naar boven en ik sluit mezelf op het toilet. Robert, je hebt je tas verloren. Hij zit denk ik hier bij de witte kluis.
Jij bent Robert kwijt. Ik weet waar Robert is. De bank gaat dicht. Ik moet zo meteen etentje, familie. Dus ik heb het heel druk. Hey, die zit hier denk ik, of niet? Nee. Waar is hij? Ik zit daar ook echt wel eventjes. En dan hoor ik wel de jongens het toilet in komen. Weet je zeker dat het om afleiding gaat, Robert? Of is het een angstplasje? Hallo, Robert. Overgeven. Beveiliging. Kieken. De kluis. Nee, clear. Volgende. En ik hoor zo hokje voor hokje hoor ik het openmaken en dan... Ja, zie je wel. En dan draai ik snel het slot dicht, maar ze weten wel direct daardoor dat ik in dat hokje zit. Net op tijd. Ik moet even plassen, raad blijven. Maar jongens, waar is Robert? Ik heb een idee. Stefan besluit te improviseren. Geen sleutel, geen muntje. Overal goed voor. Maar een lipje om de deur te openen. Als ik de USB-stick terugkrijg met de crypto, dan schiet ik niet op je. Oh. Oké, ik ga niet schieten, maar je moet wel mee. Kom, okay. Robert, het is klaar. Wil jij hem nog fouilleren, Steve? Nee, ik geloof het wel. Tenminste, even snel. Ik ben aangehouden. De jongens blijven hier toch wel staan en dat geeft Jan op dit moment ook net iets meer ruimte om voor de kluis te gaan. Ik ga even kijken of er iemand in die lift zit. Alle hoop op Jan. Jij gaat naar buiten. Hier, daar is Jan. Hey Jan! Jannetje! Ja, wat ga je nou doen? Nou, hij is hier afgeschoten. We hebben Robert niet afgeschoten. Oh. Ik ga wel de andere. Hey Jan! Ik zou niet weer op je gezicht schieten. Hé, hey, hij gaat er vandoor. Hij gaat er vandoor, Steve. Wat ben je nou voor pannenkoek? Staan blijven, ik ga schieten. Robert lag door zich over te geven sowieso al uit het spel. Maar door weg te rennen krijgt hij het zwaar te verduren. Want wie niet luisteren wil, moet maar voelen. En dus staat Jan er alleen voor. Hey Jan, heb jij de USB-stick nog? Moet je even buiten zoeken. Of je moet even een cursus fouilleren volgen. Hij zit hier achter het raampje. Dus ik wacht wel even. Ja, 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 ja! Giel, hij komt jouw kant op. Giel, hij komt jouw kant op. Ah! Jongens, ik ben geraakt. Het is klaar. Het is helemaal klaar. Het is afgelopen. En daar gaat ook Jan. Alle overvallers zijn uitgeschakeld. En dit betekent dat Team Stuk heeft gewonnen. Goed gedaan. En jullie ook, man. Verliezen van Team Stuk doet pijn, kan ik je vertellen. Want ik gun het ze niet. Echt, echt heel erg kut. Daarom vind ik meedoen aan spelletjes ook altijd een beetje tricky. Omdat ik dus gewoon daadwerkelijk echt heel erg slecht tegen mijn verlies kan. Ik heb nog zeker een week plezier van het avontuur bij de kluis. Maar goed, een echte soldaat komt natuurlijk niet zonder littekens de oorlog uit. Ik vond het wel echt te gek. Wel heel erg vet om te doen. Echt te gek. Jongens hebben het goed gedaan, ze waren in vorm. Ah, gun die gasten ook een verzet. Ja, weet je, kunnen ze eindelijk een keer lekker slapen. Jongens, ik ben trots op ons, we hebben gewonnen. We are the champions. We are the champions, are the lekker. Champions. En wil jij nou thuis ook winnen? Ga dan naar stuk.tv/dekluis. En kraak de blokskluis en gebruik de cijfercode van deze aflevering. Ja, en daarmee kan jij dus kans maken op de hoofdprijs van maar liefst 25.000 euro aan bitcoin. Zo. En je maakt elke week ook kans op de weekprijs van 100 euro aan bitcoinwaarde. Dus ik zou zeggen, waar wacht je nog op? Zeker. Tot volgende week. En volgende week gaan we weer winnen. Gaan we weer winnen, 100%. Ga gewoon weer winnen. Twijfel mogelijk. Jan, Nina en Robert hebben echt alles gegeven. Maar het mocht niet baten. Zij eindigen ondanks de cryptocoin met een totaalscore van 0 goudstaven. Aangezien ze alle drie door Team Stuk zijn uitgeschakeld. Volgende week staat er een nieuw team van topovervallers klaar om de kraak van hun leven te plegen. Hallo! Hallo! Staan blijven! De kluis werd mede mogelijk gemaakt door crypto trading app Blocks.